Dit jaar is de viering van de Onafhankelijkheidsdag op 25 november de Mungo in het district Marowijnen. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Voor DC Kenia Panza wordt het een heugelijk moment waarnaar de bewoners van het district uitkijken. Ze is zeer ingenomen met de keuze van de regering om de 44ste Srividensiedag in Marowijnen te vieren. Voor de mensen hier is het zeer enthousiast. Anderen willen het echt eerst zien van Ai naar True met Bribi. Maar de gemeenschap is ready ervoor omdat er al maanden terug met mijn staf, de bestuursdienst, is gesproken over de viering van Srividensi. Dus we waren al begonnen met de voorbereidingen. Waardoor het niet zo zwaar is om de dingen die aangepakt moeten worden, om die dag tot een heugelijk feit. En als ik dit mag zeggen, ik denk dat het een van de mooiste Srividensis zal zijn in het binnenland. Mungo is ready om onze 44ste verjaardag van onze republiek te vieren. We zijn al een geruime tijd bezig en nu zijn de voorbereidingen in volle gang. Mungo is ready, Marowijnen is ready, the people, they are ready. Allasma, they ready voor 4 à 25 november in Marowijnen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ik heb al een team hier van Openbaar Groen. De commissieleden die komen. Iedereen die een taak te vervullen heeft met de voorbereidingen naar de dag toe, zijn dagelijks al in het district. Glenn Dest is de coördinator van 44 jaar Srividensi. De organisatie achter deze viering heeft nog 31 dagen om alles goed voor te bereiden. Als je 25 november moet vieren in een ander district, dan zet je de weg uit of zet je je werk uit. En dan begin je dus met de voorbereidingen. Je komt voor de plaatselijke oriëntatie met de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor die dag. En je gaat kijken wat je dus hier en daar moet gaan restaureren. Je moet gaan kijken, zijn die wegen goed? Je moet gaan kijken, is de infrastructuur goed? Je moet gaan kijken naar de locaties. We moeten kijken naar de plek waar er wordt gedefileerd. We moeten gaan kijken van waar wordt de parade gehouden? Waar wordt de volksreceptie gehouden? In samenspraak met de DC, de bestuursdienst, zijn we dus bezig te kijken hoe we 25 november dit jaar heel goed zullen kunnen vieren. Ramon Jola Persat van Rulis Lighting & Decor, die belast is met de decoratie van het geheel, zegt dat in verband met 30 jaar Rulis de viering van Srividensi een ander tintje krijgt. We pakken het ook zo. Rulis bestaat dit jaar ook 30 jaar. We hebben dat net gevierd. En in datzelfde kader gaan we dan wat extraatjes zeker hebben, maar ook wat verrassingen. We gaan Mungo helemaal laten shinen, ja. We komen net van Albina, waar wij ook gaan werken. Het gaat uiteindelijk om district Marowijnen. We gaan die spots nemen op de overheidskantoren en belangrijke plekken. Maar Mungo, eigenlijk is Mungo, u ziet zelf om u heen dat Mungo hard bezig is om alles op te fleuren. Zijn bezig alles schoon te maken en al. En wij starten de eerste week, november, starten we al met uitlichten van gebouwen, et cetera. En de bedoeling is dat we op 23 alles hebben opgeleverd. Ja.